Binance verlaat Nederland en vanaf morgen 17 juni kunnen Nederlandse gebruikers alleen nog maar geld opnemen. En dat is het. In deze video meer over waarom Binance verlaat en ook drie andere alternatieven en opties die je kan gaan pakken en gebruiken in plaats van Binance. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies: crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de cryptomarkten en om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video 20 euro in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent en elke video maak ik een nieuwe winnaar bekend. Yes, toppers, net als altijd beginnen we ook deze video weer even met een winnaar. En de winnaar van de 20 USDT van de vorige video is gelukkig niet. Ook al oordeelde de SEC nog zo snel, de crypto community achterhaalt ze wel. Ik vind het een toffe comment en blijkbaar kies ik daar toch de winnaars op uit. Goed, dus mail me even marchandbusiness.hotmail.com met jouw TRC20 adres van de USDT en dan krijg je dit van mij opgestuurd. Ik heb een beetje het idee dat het beeldwazig is, maar het zou kunnen zijn dat mijn ogen wazig zijn. Ik hoop dat het Beeldkwaliteit goed is, laat me even weten in de beschrijving. Goed, dan Binance verlaat Nederland. Het stopt per direct met cryptohandel. Want Nederland is weer het braafste jongetje van de klas, oftewel uh, het minste van heel Europa. Net zoals het eigenlijk met alles tegenwoordig is in Nederland. Um, Binance, de grootste crypto-exchange ter wereld, verlaat de Nederlandse markt. In een persbericht op zijn website laat de enorme exchange op 16 juni weten geen nieuwe Nederlandse gebruikers meer toe te laten. Met ingang van 17 juni 2023, twee uur Nederlandse tijd, kunnen Nederlandse gebruikers alleen nog maar geld opnemen van het platform. Um, dus, mijn uh, tip ook aan jou is: haal gewoon je geld van het platform af, zet het ergens anders neer. Uh, ga over naar een andere exchange als je bij Binance zit, en ik ga je zo meteen ook wat opties geven. Waarom moet Binance weg? Nou, hiermee komt er een einde aan het tijdperk van Binance in Nederland. Volgens het bericht is de reden voor de stopzetting het niet kunnen verkrijgen van een Virtual Asset Service Provider, oftewel de VASP-licentie. Een van de vereisten van het verkrijgen van een dergelijke licentie is het voldoen aan de Nederlandse anti witwas richtlijnen waar Binance niet aan voldeed. Vanwege de afwezigheid van een vast licentie is Binance nu helaas verplicht zijn praktijk in Nederland al geheel stop te zetten. Gebruikers van Binance worden aangemoedigd al hun valuta van het platform op te nemen. En Bybit had eenzelfde soort probleem, alleen ze zijn gaan samenwerken met externe partijen. Soros heb ik van de week ook een call mee gehad, omdat ik mijn Bybit card niet kon gebruiken. In principe haalt het, alle, uh, het hele doel van crypto weg, de anonimiteit. Dat dat is het mooie natuurlijk eraan, Bybit is nu volledig, uh, ze moeten alles van je weten en dan zou je er mogen treden en dat moet natuurlijk vanuit Nederland, dus het is jammer maar je kan er wel blijven treden uh, dus mocht je dat willen, kun je altijd een account aanmaken bij Bybit, linkje vind je in de beschrijving, krijg je tot 30.000 dollar aan bonus um, is tot nu toe mijn favoriete exchange om op te treden Um, Nederland wordt hiermee een van de weinige Europese landen waar Binance niet actief is. In een persbericht schrijft Binance dat het al voldoet aan de Europese richtlijnen voor de preventie van witwaspraktijken en het bestrijden van terrorismefinanciering. Binance is actief in 19 Europese landen, wat dus extreem bizar maakt dat Nederland, of dat het weer in Nederland niet kan. Frankrijk, Italië, Spanje, en Zweden allemaal wel. Um, uh, die hebben dus gewoon de licentie aan Binance verstrekt. Nou, Binance is actief aan het samenwerken met financiële waakhonden over de hele wereld. Echte maatregelen van Binance voor Nederland blijken niet genoeg. En je weet niet of het ook nog in België blijft. Dus ben je een Belg? Uh, kun je er wellicht goed aan doen om over te stappen? Uh, Binance schrijft dat de terugtrekking zeer spijtig is. Deze week trok Binance zich ook terug uit Cyprus. Nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission SEC Binance heeft aangeklaagd, is de platform zich meer gaan focussen op het voldoen van de eisen van de overheidsinstanties. Wat op zich natuurlijk goed is, want ze worden op de vingers getikt, ze gaan nu overal naar kijken. Waar voldoen we aan, waar voldoen we niet aan? Uh, wat kunnen we voor acties nemen om te zorgen dat we wel kunnen blijven opereren? En wat kunnen we het beste doen om bijvoorbeeld niet nog meer de problemen te krijgen? Je Welke competitie? Schrik maar rot, Siri bemoeit zich er weer mee. Um, maar goed, ze zijn er dus in ieder geval goed mee bezig. Wat natuurlijk positief is. En het zou kunnen zijn dat ze weer in Nederland terugkomen wanneer ze bepaalde dingen goed geregeld hebben. Want daar zijn ze en blijven ze ook mee bezig, hebben ze zelf aangegeven. Maar wat kun je daar nu dan dus voor doen? Ik heb net Bybit genoemd, dat is de main exchange waar ik trade. Daarnaast gebruik ik dus ook VMAX nu. En VMAX is tof momenteel. Daar zie ik gewoon nog steeds een hele goede kansen in. Want je kan dus nu door op VMAX te traden, kun je hun token al minen. Je krijgt dus door te traden krijg je simpelweg hun token die nog niet gelanceerd is. Die gaat ergens in Q3 van 2023 gelanceerd worden. Wat betekent dat alles wat je nu verzamelt straks ook omgezet gaat worden. En jij dus die tokens hebt. En uit de historie van die exchange tokens. Uh, FTX, Bybit, Binance, uh, al die exchanges die een token hebben gelanceerd, die gaan echt heel vaak over de kop. Uh, wat betekent dat je dus daar best wel veel geld mee kan verdienen door simpelweg al te doen wat je eigenlijk op bijvoorbeeld een Binance of een Bybit al deed. Dus het is heel interessant om daar nu te gaan treden. Uh, ik zal een linkje van Fimex ook in de beschrijving zetten. Uh, daarnaast kan ik dus 10 mensen kiezen die een gratis soulpass krijgen dat betekent dat je dat dus nu al kan doen en andere mensen kunnen dat wat later doen ik ga deze uh, winnaars volgende week kiezen van die soulpass dus iedereen die het document het google document heeft ingevuld dat moet voor hun uh, die maakt hier dus kans op 10 mensen volgende week zal ik die bekendmaken ik zal het uh, Google Doc ook even in de beschrijving zetten, dan kun je daarmee aan de slag en dan kun je lekker op VMAX gaan traden. Het is dus heel simpel, geen KYC nodig om te gaan traden. Uh, wat de stop is en wat bij Bybit weer wel nodig is, dus maak daar een keuze tussen uh, en ga op een van die exchanges traden. Daarnaast mocht je nou zeggen van ik wil gewoon mijn geld van Exchange afhalen. Ik trade niet actief. Ik heb hier geen zin in. Ik wil het gewoon veilig hebben staan en er geen zorgen over hoeven te maken. Dan kun je altijd een hardware wallet kopen. En daarbij mijn favoriet is Ellipal. Je weet allemaal wat er met Ledger aan de hand was. Met die backdoor, et cetera. is in mijn optiek veilig, um, veiliger. Werkt heel erg prettig omdat het met een scherm is. Het is goedkoper. Ze bieden heel veel tokens aan op het platform. En daarnaast is het air gapped. Dus het is nooit verbonden met internet. Uh, wat betekent dat het dus onmogelijk is om digitaal uh, van jouw crypto's gestolen te worden. Uh, dat kan alleen gebeuren als je hem bijvoorbeeld kwijtraakt. Of je ziet, ergens neerlegt. Of opslaat op het internet. Wat je sowieso nooit moet doen. Maar een hardware wallet raad ik je zo aan, sowieso aan voor de lange termijn. Wat ik zelf ook heb: ik heb een paar ledgers. Ik heb een paar ellipals. Uh, die ik ergens anders opsla. Uh, in een bank bijvoorbeeld. Of in een safety deposit box ergens. Uh, en dan weet je zeker dat je ook hier veilig staat. Het geld wat je, waar je mee treedt kun je op een exchange zetten. Kun je mee traden. Maar alles wat je niet gebruikt, haal dat er alsjeblieft af. Voordat je het kwijtraakt. Goed, ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze video. Uh, drie verschillende opties aan je gegeven. Zodat je daarmee aan de slag kan. Als je hem tof vond. Like hem even. Deel hem even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je weer terug in de volgende video. Adios.